jarenlang is er gesloopt, gegraven, geheid en vooral gebouwd. En nu staat het er, het nieuwe Centraal Station in Rotterdam. Het grootste bouwproject sinds jaren in het centrum van Rotterdam. De officiële opening werd vandaag verricht door koning Willem-Alexander. En de komende 20 minuten laten we u beelden zien van deze officiële opening en we blikken terug op de bouw. Want iets nieuws betekent niet dat we het oude vergeten. Majesteit, excellentie, zeer geëerde gasten, 620.000 Rotterdammers. Wat een mooie dag. Een dag die we bij mogen schrijven. Een dag waarin wij weer met elkaar vaststellen dat deze stad tot grootste dingen in staat is. En geeft u al die 620.000 Rotterdammers een warm applaus. Dames en heren, wist u dat Rotterdam de enige stad is waar Centraal Station op de gevel van het Centraal Station staat? Het zijn de letters van het oude station ontworpen door Sibbold van Ravenstein. Daar zijn we heel zuinig op. Er zijn meer historische elementen zoals een stationsklok en de speculages, granieten beelden, die het oude station sierden. En nu staan ze boven en in en de uitgang van het fietstunnel. De eivormige kolommen die de overkapping ondersteunen doen denken aan de oude schaaldaken boven de perrons. De eivormige elementen zitten terug bijvoorbeeld in de boompjes die voor het station zijn geplaatst. En ik heb begrepen dat er jarenlang aan gekweekt is om ze in die vorm uiteindelijk te krijgen. Zulke historische details zijn belangrijk, want ze behoren bij de geschiedenis van deze stad. Ze zijn van grote emotionele waarde voor Rotterdammers en misschien wel voor alle reizigers
die van dit station gebruik gaan maken. Majesteit, uw koninkrijk was al door Rotterdam groter geworden door het toedoen van de Tweede Maasvlakte. U heeft er weer een nieuwe koning bij om trots op te zijn. Na het muzikaal welkom door het Rotterdams Philharmonisch Orkest en dans van studenten van Codarts was burgemeester Abu Taleb van Rotterdam de eerste die het woord mocht voeren. En hij heet niet alleen de koning hartelijk welkom, maar ook de Rotterdammers en heeft het over de bouwvakkers. Verwijst naar historische elementen en natuurlijk die prachtige glazen bui waardoor iedereen ziet dat hij aanwezig is in Rotterdam. Na uw officiële opening, majesteit, wordt het station weer teruggegeven aan de reiziger. ProRail geeft de ruimte ook graag weer aan hen terug. Ten slotte, als Rotterdammers kennen wij het prachtige lied Ketelbinkie uit 1940, toen wij van Rotterdam vertrokken. Veel mensen maken ervan toen wij uit Rotterdam vertrokken. Zoals Rien van Nuenen, de burgemeester van Zwiebertje of André van Duin. Dat zijn natuurlijk persiflages. Je vertrekt niet uit Rotterdam. Ik denk dat de nieuwste versie van dit lied zal worden. Toen wij van Rotterdam vertrokken wij van Rotterdam Centraal Station. Dank voor uw aandacht. Marion Goud, de directeur van ProRail, die het woord voert. Rotterdams Philharmonisch Orkest dat weer even inzet. En wat mij is opgevallen is dat Marion Goud de enige vrouw is met een hoed op. En wat mij ook opvalt, voordat de president-directeur van de NS begint, is dat het publiek gewoon aanwezig blijft. Je zou denken van, al dat geklets, hè, dat hebben we wel gehad. Maar iedereen blijft, iedereen, echt waar. Er staan nog honderden mensen in die hal, president-directeur van de NS. Nieuw Centraal is vandaag weer onderdeel van de ziel van Rotterdam. Dat voel je als je hier binnen staat. En dat ervaar je als je er naartoe loopt. Alles, werkelijk alles, in dit hart klopt. Rotterdam kan, Rotterdam mag trots zijn. Wij zijn dat ook. En voor al die honderden mensen die ieder hun steentje aan dit eigentijdse kunstwerk hebben bijgedragen, vraag ik een passend applaus. Ik dank u. De president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen. En wat mij opvalt is dat hij het maar even niet heeft over de Vira. Want een belangrijke reden dat Rotterdam Centraal Station is opgeknapt, dat was die aanleg natuurlijk, die lijn, die HSL. Maar nu werd aangegeven, waarom is koning Willem-Alexander hier nou aanwezig? Nou, omdat dit het eerste station is sinds 175 jaar dat zo'n enorme verbouwing achter de rug heeft. We geloven het maar. Ik ben Jan Bentham, ik ben een van de architecten van dit gebouw. Want we hebben, dat is heel bijzonder, dit gebouw met drie architectenbureaus samen gemaakt. Dit station werd aangepakt omdat de hoge snelheidslijn hier ging stoppen. Het is ook het eerste station als je vanuit Parijs of uit Londen aankomt. En dan moet je niet het gevoel hebben dat je in een provincieplaats bent aangekomen. Nee, dan moet je het gevoel hebben, ik ben weer in een van de Europese hoofdsteden. Die hal en de entree van die hal is als een groot venster op de stad bedacht. En ja, is al op het perron als je uit de trein stapt, ja, volkomen vanzelfsprekend waar je naartoe moet als je naar het centrum van Rotterdam wil. We hadden voor ogen natuurlijk een nieuw station bouwen. Vooral eigenlijk niet een gebouw bouwen, maar een nieuw stadsplein. Wij wilden, als we dan toch dat gebouw gingen vernieuwen, op zijn minst proberen ook dat stuk achter het station weer bij de stad te betrekken. En daarom hebben we dit gebouw ook zo gemaakt. We hebben een gebouw gemaakt met twee voorkanten. Het spooramplacement, de perrons zijn allemaal overkapt met een groot glazen dak waar veel licht doorheen komt. Het is heel plezierig als je op de perrons staat. Maar het maakt ook van het gebouw een vrolijk gebouw. En je kan tegelijkertijd zien wat voor weer het is. Waardoor je ook als je hier binnenkomt al meteen het gevoel hebt, daar moet ik wezen, hè? Ik loop naar het licht toe. En dat soort simpele effecten, die zitten achter het idee van het station.
Ik zie dat het werkt als het station van de Rotterdammers. En dat ja, de mensen er trots op zijn en er al van beginnen te houden. En daar is natuurlijk ja, van een gebouw waar nog niet eens officieel geopend is, is dat natuurlijk hartstikke mooi om dat te zien. En daar hebben wij als architecten eigenlijk de meeste voldoening van. Dat ja, wat je wil bereiken, ja, er al is, nog voor het gebouw is geopend. Het zijn om, dames en heren, het doek te laten vallen. Want ik woon al jaren in Rotterdam. Ik ben altijd erg trots was ik als ik langs het station kwam. Dan dacht ik, dag, vader. En dat is nou natuurlijk, zie ik daar rommeltjes. En nee, nu kijk, nu zit ik hier toch wel met weemoed. Ik heb een beetje weemoed. Als je hier om je heen kijkt? Nou, ik zie dat de passagiers uit de tunnel komen en gelijk die bocht naar links nemen. Gelijk van mijn winkel weg. En in de oude situatie liepen de mensen gewoon mijn winkel in, gelijk als het ware. Van de ondernemers zeker wel. Ze hebben natuurlijk toch te maken met een tijdelijke situatie. Ze hebben last van de bouwactiviteiten om hun winkels heen. We proberen dat wel op te lossen met ze. We zijn in gesprek met de ondernemers. Elk half jaar hebben we overleg met ze. Te kijken van wat leeft er nu en tussentijds kritiek die ze hebben op activiteiten die er buiten gebeuren of loopstromen die wijzen, proberen we zoveel mogelijk op in te zetten. Straks komt koning Willem-Alexander zelf ten tonele en de officiële opening die hij gaat verrichten wordt verwerkt in de dans van Connie Jansen Danst. Let op de laptop. Bij deze is Rotterdam Centraal officieel geopend.
gejuich onder het publiek. De officiële openingshandeling door koning Willem-Alexander hier in Rotterdam in het Centraal Station is een feit. De laptop waar de koning zijn hand op gelegd heeft, wordt getoond aan het publiek met daarop de afbeelding van de voorkant van het prachtige Centraal Station in Rotterdam. En nogmaals, ik neem mijn petje af voor die Rotterdammers die zo stil zijn gebleven en die het helemaal gevolgd hebben. En ik heb me er een beetje over verbaasd dat in 2014 er geen projectie was van hetgeen er gebeurde hier op dat hoofdpodium, op dat gigantische ledscherm dat in de centrale hal hangt. Maar ja, goed, ik zal wellicht een beetje te veel eisend zijn. De koning is nu richting spoor 11 aan het lopen. Hij zal dan via de loopbrug naar spoor 1 gaan. En wij mogen niet meelopen, maar we gaan ons best doen, natuurlijk. Daarvoor zijn we RTV Rijnmond. En wellicht dat we hem nog wel even te spreken krijgen. We gaan het gewoon proberen. We houden ons fatsoenlijk. Wanneer we tegengehouden worden, dan zullen we dat accepteren. Maar we gaan kijken of we mee kunnen lopen met de route van koning Willem-Alexander door de prachtige Centraal Station in Rotterdam. Willem. En dan komt de koning daar met forse passen achteraan lopen. En nu is hij aan de bovenkant van de trap. Bereikt hij de brug, de spoorbrug. Ja, en daar valt hij dan ten prooi aan de verzamelde pers. En... Majesteit, u heeft heel Rotterdam op de been gekregen. Het is prachtig om te zien. Duim omhoog. Zo'n mooi station. Het was even wachten, maar we hebben dan ook wat, hè? Centraal Station. Bent u daar ook trots op? Nou, hij is een van de grondleggers van het Centraal Station. Jammer genoeg is hij ziek geworden dat hij niet meer kan en mag werken. Wat heeft u gedaan, als ik vragen mag, voor het Centraal Station? Nou, we zijn van het begin af met de metro begonnen. Met de aanleg van de metro. En toen was hij klaar. Ja, als laatste de constructiewerk. Toen was het klaar met de metro, de bouw van de metro. En toen zijn we begonnen met de aanleg van de, of met de afbouw van de oude station. En daarna met de nieuwe station. Vanaf het begin? Ja. Dus echt vanaf het begin? Ja. Een jaar of 5, 6 terug. En dan is dat gewoon je voor werk? Hem en voor ja, mij? Het werk, ja. Ja. Is het echt iets heel moois voor hem. Hij is niet lekker meer, hij is ziek. Maar dit wou ik hem niet voorbij laten gaan voor hem. De opening van het nieuwe Centraal Station in Rotterdam sluit een periode af van zoekende reizigers, zuchtende ondernemers, automobilisten die om moeten rijden en vooral hardwerkende bouwvakkers. En sinds vandaag is het dus een feit. We hebben in Rotterdam een nieuw Centraal Station. Het is weer van de reizigers die van A naar B rennen, vliegen en sjezen. Wilt u nog terug naar die periode van de bouwput, dan kan dat via rijnmond.nl. En wij hopen dat we u een prachtige terugblik hebben gegeven de afgelopen 20 minuten. Bedankt voor het kijken.